ik vind dat jullie het moeten weten en daarom wil ik dit ook gewoon vertellen. Ik wil deze video eigenlijk helemaal niet te zwaar maken of te heftig over laten komen, maar wordt het wel automatisch even toch een soort van lastig of zo. Ik was gewoon, ja, eigenlijk kan ik wel zeggen dat ik mezelf gewoon niet meer was. Lieve allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Dat is even een tijdje geleden. Ik heb een aantal dingen aan jullie uit te leggen. Een aantal dingen die ik aan jullie wil uitleggen. Er zijn namelijk een aantal redenen waarom ik het afgelopen jaar en misschien zelfs iets langer dan dat niet zoveel geüpload heb op mijn kanaal. Ik wil dat heel graag aan jullie uitleggen. En ik vind ook dat ik dat aan jullie moet uitleggen en dat jullie het recht hebben op die uitleg waarom. Dus dat ga ik in deze video aan jullie vertellen. Allereerst wil ik jullie bedanken dat jullie op deze video hebben geklikt en dat jullie willen luisteren naar mijn uitleg. Punt 1 is dat ik de laatste tijd gewoon niet zo lekker in mijn vel heb gezeten. Er waren heel veel dingen waarom ik me druk maakte in mijn hoofd, terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet moest doen en dat het eigenlijk helemaal nergens voor nodig was. Maar al die dingen stapelden zich op in mijn hoofd, waardoor ik mezelf heel erg down begon te voelen en ik eigenlijk nergens meer zin in had en dus eigenlijk ook niet in het maken van video's. Ook omdat op het moment dat als ik een video maakte, ik me toch niet helemaal fijn voelde of zeker voelde. En vaak een video ging opnemen met het idee dat jullie het waarschijnlijk niet leuk zouden vinden of dat het waarschijnlijk niet goed genoeg zou zijn. Dus als ik dan een video opnam, dan begon ik meestal gewoon al met een onzeker gevoel. Als ik dan bijvoorbeeld een keer een dag wilde vloggen, dan had ik heel veel moeite met de camera te pakken en te beginnen. Ik had gewoon niet echt meer die spirit om een video op te nemen. En ik ben dus ook heel erg die passie kwijtgeraakt. Terwijl ik het wel heel leuk vind om te doen. Maar in mijn hoofd maakte ik me te veel zorgen om dingen die er eigenlijk allemaal niet waren. Zoals ik dus inderdaad zei, had ik vaak het idee dat ik heel hoog moest presteren. En omdat ik van mezelf heel erg perfectionistisch ben, als ik dan bijvoorbeeld een video aan het editen was, dan dacht ik van nee, ik vind dit niet leuk of ik vind dit niet leuk. En dan had ik zoveel dingen dat ik op een gegeven moment zoiets had van ach, weet je, laat maar. Ik zet hem niet online, want ik vind hem niet goed genoeg of ik vind hem niet perfect genoeg. Terwijl jullie die video dan waarschijnlijk wel heel leuk zouden vinden, maar omdat ik gewoon in mijn hoofd mezelf eigenlijk helemaal gek maakte met gedachtes van dit is niet leuk, dat is niet leuk, dat is niet goed genoeg. Ik zie er hier lelijk uit. Of mijn kleding had anders gekund. Of mijn haar had anders moeten zitten. Of mijn make-up zit niet mooi. Al die dingen, zoveel dingen waarom ik me zorgen maakte in mijn hoofd. Waardoor ik dan vaak een video niet online zette. En had ik dus inderdaad gewoon de passie niet meer om een video op te nemen. En om mijn camera erbij te pakken. Leuk een dag te gaan vloggen of een video op te nemen met mijn vriendinnen of met mijn familie bijvoorbeeld. Ik was het gewoon helemaal kwijt. Waardoor ik dus heel erg in een dip begon te zitten. En ik moet zeggen dat dat echt wel een hele lange tijd heeft geduurd. Gelukkig heb ik de juiste mensen om me heen. Ik heb heel veel gepraat, heel veel gesproken met papa en mama, met Gio, met Jorn, met iedereen om me heen. En daar kwam ook nog eens bij dat ik me niet echt meer thuis voelde in de video's die ik de laatste tijd maakte. Ook omdat ik nu ouder ben, ik ben nu 20 jaar. Ik zie mezelf niet echt meer van die challenges en dat soort dingen doen als die we vroeger wel altijd deden. Dus ook omdat ik niet echt meer achter de video's stond die ik maakte, ben ik heel erg zoekende geweest. En heel erg in mijn hoofd gaan ondervinden wat ik nou eigenlijk wilde doen en hoe ik verder wil. Omdat ik YouTube wel heel erg leuk vind. Ik was gewoon, ja, eigenlijk kan ik wel zeggen dat ik mezelf gewoon niet meer was. Omdat dat leuke meisje, dat gezellige meisje als die ik op YouTube was, zo voelde ik me niet in mijn hoofd. Ik heb mezelf wel altijd voorgenomen dat ik mezelf wil blijven zijn tegenover jullie. En me niet anders wil voordoen dan dat ik ben of dan dat ik me op dat moment voel. Dus het voelde voor mij ook heel onnatuurlijk om dan een leuke en gezellige video op te nemen. Terwijl ik me helemaal niet op dat moment zo voelde. Terwijl ik eigenlijk heel down en depri was. Ik vind het heel moeilijk om dit goed aan jullie uit te leggen. Omdat het zich allemaal in mijn hoofd heeft afgespeeld. En ik vind het nu heel moeilijk om dat, zeg maar, goed aan jullie uit te leggen. En echt om het echt te bespreken. En zoals je misschien ook wel in mijn allerlaatste vlog hebt gezien, was ik in Parijs met Daphne en Fleur. Maar als je die video echt goed hebt bekeken, dan is je waarschijnlijk ook opgevallen dat ik in die video niet heel veel zelf filmde of zelf vlogde. Het waren meer Daphne en Fleur die eigenlijk gauw de camera pakten en zeiden van Mel, moet je dit niet filmen of Mel, moet je dit niet vloggen? En dan had ik zoiets van ja,
Ik weet het niet, want het is gewoon... Ik vind het zo moeilijk om uit te leggen, maar ik had gewoon niet echt meer die passie. Dat ik dacht van, oh ja, leuk, laat ik mijn camera pakken, laat ik dit even filmen. Of, oh ja, leuk, ik wil dit graag filmen of dat graag aan jullie laten zien of te vloggen. Het was er gewoon niet. Het was gewoon weg. Ik heb de laatste tijd dus echt in een flinke dip gezeten, zonder dat jullie daar eigenlijk echt veel van hebben gemerkt. Omdat ik dat dus niet... aan de camera liet zien of dat op camera toonde. En zoals ik al zei, omdat ik graag mezelf wil zijn en mezelf wil blijven op de camera, heb ik gewoon de laatste tijd de camera niet meer gepakt of heb ik gewoon geen video meer opgenomen omdat ik gewoon niet lekker in mijn vel zat. Ik wil deze video eigenlijk helemaal niet te zwaar maken of te heftig over laten komen, maar omdat ik gewoon nu voor het eerst echt even weer mijn gevoel uitspreek tegenover jullie in plaats van tegenover mijn familie of tegenover Jorn of wie dan ook, wordt het wel automatisch even toch een soort van lastig of zo, omdat ik er nooit echt over gepraat heb met andere mensen dan met mijn familie. Terwijl het voor mij nu echt ook weer even een uitlaatklep is. En ik ben blij dat ik mijn uitlaatklep nu even bij jullie kan laten vallen. Ik vind dat jullie het moeten weten en daarom wil ik dit ook gewoon vertellen. Wel wil ik dus zeggen dat ik echt heel gelukkig ben in de liefde op dit moment. Jorn is echt super goed voor me. En hij heeft me ook wel echt gesteund in die periode dat ik gewoon dus echt even in dip zat. Ik heb heel veel met hem kunnen praten en ook echt mijn hart bij hem kunnen luchten. Dat is echt super fijn. Ik voel me echt met Jorn heel gelukkig. Hij is super lief voor me. Ja, dat wil ik wel eventjes vertellen. Dat is wel echt een heel groot lichtpuntje geweest in het afgelopen jaar. Maar ik had voor mezelf zoiets. Mel, 2019, een nieuw jaar, een frisse start, een nieuw begin. Gooi die onzekerheid van je af. Gooi dat perfectionistische weg uit je hoofd, weg ermee. Want het haalt jezelf alleen maar naar beneden. En ik blijf er gewoon door in een dal als ik dat perfectionisme in mijn hoofd blijf houden. Want niemand is perfect. Waarom heb ik dat in mijn hoofd en waarom ben ik daar zo mee bezig? Iedereen is mooi op zijn of haar eigen manier. En dat heb ik mezelf ook wel echt kunnen vertellen van Mel, weet je, laat het gaan. Ik ben echt blij dat ik dat tegen mezelf heb verteld. Want ik had echt zoiets van, oké, let's do it. Ik ga dit gewoon doen. Ik ga gewoon, 2019 ga ik gewoon knallen. Daarmee wil ik dus ook zeggen dat ik op dit moment weer nieuwe dingen aan het leren ben. Ik ben overgestapt op een MacBook Pro. Ik werkte natuurlijk altijd met Windows, maar ik ben overgestapt op een MacBook. Omdat ik ook graag weer nieuwe dingen wil leren, een nieuw editprogramma wil gaan leren. Dus ja, daar ben ik op dit moment ook mee bezig. En dat heeft ook eventjes tijd nodig. En dat kost ook eventjes tijd. Ik ben er echt druk mee bezig. Ik vind het super leuk om te doen. Ik ben er dus voor mezelf ook echt wel achter gekomen dat ik weer gewoon zin had om nieuwe stoffen te leren, nieuwe dingen te leren. Ook film ik op dit moment met een nieuwe camera. Ik film nu met een Sony RX105. Super mooi beeld. Ben ik ook heel erg blij mee. Maar ook die camera ben ik nog een beetje aan het leren. En een beetje aan het achterkomen hoe alles werkt. Maar wat jullie dus in 2019 van mij kunnen gaan verwachten is dat ik echt ga beginnen met weekvloggen. Ik ben er voor mezelf achter gekomen dat ik dat echt super leuk vind om te doen. Omdat ik iedere week echt wel leuke dingetjes doe. Ik heb het dan ook al een aantal weekjes geprobeerd. Die weekvloggen komen niet online omdat het voor mijzelf gewoon een probeerslotje was om te kijken of ik het echt leuk vond om te doen. Ook ga ik nog andere soort video's opnemen met mijn vriendinnen, met mijn ouders. Ja, jullie gaan het vanzelf allemaal zien. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden als ik ga weekvloggen. Laat het me zeker in de reacties weten wat jullie daarvan vinden. Ook wil ik nog even vertellen dat de laatste periode sowieso ook best wel moeilijk is geweest met Gio die natuurlijk uit huis is gegaan. We hebben mijn hele kamer verbouwd. Ja, jullie kunnen dit trouwens kennen. Want dit raam, hiervoor stond mijn bureau. En ik zit nu op mijn bed. Dus dat is helemaal veranderd. Daar zijn we ook heel druk mee geweest de afgelopen tijd. En natuurlijk Gio die uit huis ging, was een hele rare en moeilijke periode. Als jullie het leuk vinden, kan ik daar met Gio ook nog een video over maken. Hoe dat nu is. Hoe het nu is om zonder Gio te wonen. En hoe hij het vindt om zonder ons te wonen. Maar ik wil nu een einde brengen aan deze video. Ik heb voor mezelf echt weer de draad opgepakt. En die perfectionistische shit en al die dingen voor mezelf aan de kant gegooid. Ik ga dit gewoon doen. Ik heb weer de spirit gevonden. Ik heb weer de passie gevonden om video's op te nemen. Ik zit ook nu echt wel weer lekker in mijn vel. Ik voel me goed. Ik ben gezond. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Jullie gaan mij echt weer terugzien. Gewoon weer de leuke, gezellige Melanie zoals jullie mij kennen. En het voelt heel fijn dat ik zeg maar gewoon nu weer echt mezelf kan zijn voor de camera en me niet meer leuk hoef voor te doen. Want op dit moment voel ik me namelijk wel gewoon echt zo. Jullie gaan mij echt weer heel veel zien in 2019. Ik heb er super veel zin in. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot heel snel. Doei doei!